Hallo, ik ben Guusje en dit is My Perfect Song. My Perfect Song zou beginnen met de intro van All Good van Illa J. En dat gaat als volgt. Ik hoorde het nummer voor het eerst in de auto met Lino, producer die het album produceert. En volgens mij is het best wel een oud liedje. Maar ik vind het gewoon de simpliciteit van gewoon alleen dat trompetje of whatever het is. Simpel dingetje wat je meteen in die wereld gooit van het liedje of zo. En je bent meteen daar als het begint. Vervolgens zou het liedje verder gaan met het couplet van Hit Different van SZA, The Neptunes en Pharrell. En waarom? Ja, ik vind SZA gewoon zo fresh met wat zij brengt. Ik denk dat niemand een soort van flow heeft als zij. En het is heel origineel R&B eigenlijk. Ik ben heel benieuwd naar haar proces ook, maar ik vind haar gewoon echt magic. Na de intro en het couplet gaan we door naar het refrein van Pressure van Martin Garrix en Tove Lo, volgens mij. Ik weet niet hoe zij het zelf uitspreekt. Het is eigenlijk een EDM liedje. Ja, waarom? Omdat ik gewoon vind dat er in de dance heel veel dezelfde dingen gebeuren. Ik vond dit gewoon heel fresh, want ik had nog nooit zo'n drop gehoord. Het gaat ook echt om die drop. Gewoon innovatief of zo. En ik vind het altijd heel tof als er gewoon geïnnoveerd wordt. En dat lukt. Ja, ik had deze wel even op repeat een tijdje toen die uitkwam. Hoe dit liedje zou heten, dat is een hele moeilijke vraag. Dus mijn antwoord is een broodje ei, want ik heb heel erg honger. Ik zou het moeten zingen. Ik denk dat ze een band moeten beginnen. Martin Garrix, SZA en wie was de eerste? En Illa J. Dit was mijn perfect song. Leuk dat je keek naar New Music.